Ja, ze heeft het gewoon niet aan. Hallo ze, jij geeft het ding aan mij hoor. Ja, nu hoor je me toch? Ja, ik hoor je. We gaan eraan. Het moment van de waarheid is aangebroken. Ja, het moment van de waarheid. En het is ijskoud buiten vandaag. En ik heb me maar omgekleed en Q loopt hier op zijn blote voeten. Ja, ik heb mijn schoenen uitgedaan, want ja, dan zijn mijn schoenen ook helemaal nat zo bij je. De hele dag door. Heb je wel een schoon onderbroek bij je? Nee, ik ga gewoon alles uittrekken. Oh. Nou, dat is maar gelukkig dat het radio is en geen beeld, hè? Nou, we gaan verplaatsen richting buiten. Ja, kom je mee dan? Oké. Nou. En dat wordt natuurlijk spannend. Iemand moet wel zo even die microfoon aanpakken natuurlijk, want anders gaat het mis. Wat zit je te doen? Je gaat iets sneakies doen. Ik voel dat jij iets sneakies gaat doen, meneer Misty. Nee. Ik probeer het technisch hier helemaal in orde te maken, zodat wij lekker naar buiten kunnen gaan. Is ons ijs klaar? Ja, breng maar voor mij Terrence. Terrence gaat ons assisteren. En de bedoeling is dat wij... Waar is het ijs is in de vriezer, jongens? Je moet het ijs verdelen en niet alles in mijn ijs. Terrence, wat een zootje. Ja, oké. Okay. Het gaat zeiken. Hey. Oh, het regent al. Nou, dat is toch een goed teken. Dit is toch goed teken. Nou, we zijn hier buiten beland. We staan hier op de binnenrand natuurlijk. De bibliotheek. Voor de bibliotheek, achter de bibliotheek. En we gaan nu beginnen. Oh lord. Q, ben je er klaar voor? Ja, ik wacht nog even op Terrence die met de icebuckets komt. Ik vraag me af hoeveel water ze nou in die icebox gaan plaatsen. Ik vraag me ook echt af. En wat denk je dat het gevoel zal zijn als het over je heen komt? Koud. Weet je wat ik doe? Ik ga gewoon mijn gevoel nu uitschakelen. En ik ga nu gewoon... even kijken als ik mijn gevoel... Ja, ik ga mijn gevoel uitschakelen. En ik wacht gewoon tot het water over me heen komt. Ik vind het heel spannend. We staan hier te wachten. Het schiet niet echt op, hè? Nee, de jongens zijn een beetje traag aan het doen daar. Er zijn een paar mensen gekomen die ons zijn komen assisteren. En een paar mensen die zoiets hebben van ze willen het daadwerkelijk zien gebeuren. En terug te kijken, ja, ook zo beter. Drie rijen dik hier op de binnenrotte. Mag ik u vragen waarom u bent gekomen hier vandaag? Bent u gekomen voor de Ijsbakken Challenge? Oh, dat is niet klaar. Weet je wat de ALS Ijsbakken Challenge is? Ja. Oké, kun je even binnen zetten? Waar is Terrence? We hebben een bosje. Ja. Wat een zootje. Terrence, als je nu snel naar buiten komt, weet jij al wie je gaat nomineren? Ja, ik weet wie ik nomineer. Mag ik het zeggen? Zullen we nu zeggen wie we gaan nomineren? Ik weet niet, volgens mij moet je dat van tevoren doen. Ja. Dan moeten we even filmen. We hebben een jury hier. Hoe gaan de nominaties precies in zijn werk? Volgens mij eerst de ijsbakken en dan De nominatie. De nominatie. Oké, wij zijn er klaar voor. Het gaat gebeuren. De microfoon moet je even vasthouden. De microfoon moet je even vasthouden, want de kennis die komt er al aan. Terrence, de microfoon is yours. Jij mag ze bakken. Oh, er zijn twee buckets. Even. Dit wordt lachen geblazen. Ben je er wel klaar voor? Oh, maar moeten we niet eerst zeggen wie we nomineren nu? Nee, eerst die ijsbucket en dan gelijk. Nee, je moet toch eerst zeggen wie je nomineert of niet? Het mag op beide manieren, geloof ik hoor, trouwens. Wat zeg je? Het mag op beide manieren. Mag op beide manieren. Oké, wie nomineer jij voor de ijsbucket challenge, Sam? Ik nomineer Tasha's World, Ras Motivated en Broederliefde. Broederliefde. Represent jezelf. Oké, ik nomineer allereerst alle kinderen van thuis op straat om het op te doen en een donatie te geven. Ik nomineer al mijn collega's van Open Rotterdam, weekendploeg, door de weekploeg, redactie en iedereen. En last but not least, ik nomineer onze burgemeester Ahmed Abu Taleb, samen met de wethouders Pex Langeberg, allemaal Adriaan Visser,
Maarten Struijenberg, Hugo de Jonge, Joost Eerdmans. Ik nomineer jullie bij deze om ook een bijdrage te leveren voor ALS. En natuurlijk de Ice Bucket Challenge. We zijn er klaar voor, jongens. We zijn er klaar voor. Mag ik het water, alsjeblieft? Nee, jij doet helemaal niks meer op water. Ja, nee. Nee. Nu hoort jullie al gaan schreeuwen. Steady! Wat doen ze? Oh, wow! Kweet, het is helemaal nat. Sam! Alsjeblieft! Sam! Hey, warm op mee! Sam, hoe was dat? Hoe was dat? Oh my god, koud! Ja, koud, nat helemaal, maar we hebben het in elk geval gedaan en we gaan nu gewoon lekker doneren voor ALS. Hoe koud was het? Het was zo koud! Dat is een pikkel, dat is 7 graden, echt waar hoor. Pikkel!